In de vertrekhal van de luchthaven van Antwerpen is een Wall of Fame ingehuldigd. Hiermee worden 5 personen geëerd die de voorbije jaren een belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de Antwerpse luchthaven. Het gaat over piloot Danny Kabouter en de journalisten Staf de Lee en Freddy Michiels. Ook VLM-oprichter Freddy van Gaver en Christian Heinzman, de vroegere afgevaardigd bestuurder van VLM, zijn opgenomen in deze Wall of Fame. Het bestuur van de luchthaven noemt deze 5 personen luchthavenpioniers over 2 eeuwen heen.